Hey, mijn naam is Olaf Bok van Gratis Leren Photoshoppen en ik ga jullie vandaag leren hoe je werkt met kleuren. Nou, ik ga een nieuwe file openen. De maat maakt niet uit wat het is. Ik klik gewoon op oké en ik heb hier dus een wit venster. Met Alt inhoudend en scrollen met de muis kun je hem groter of kleiner maken. En hier... rechts of links onderin zie je een zwart en een wit venstertje. Als je op het zwarte gedeelte klikt, dan kun je hier allemaal kleuren bepalen. En elke kleur kun je kiezen uit licht en donker. Dit is dan de kleurcode. En als je dan een kleur gekozen hebt, is het heel simpel. Je gaat hier naar dit toeltje. En je klikt en je hebt een kleur toegevoegd. Nou, dan heb je een ander kleurtje. Dan pak je deze. Oké. En dan voeg je weer een ander kleurtje toe. Maar stel je nou eens voor dat je een kleur wilt, of twee kleuren wilt, die in elkaar gaan lopen. Dat is ook heel mooi. Nou, hoe doe je dat? Nou, dan ga je dus ook deze aanklikken, maar dan met de rechtermuisknop. En dan klik je de bovenste tool aan. En hierin, zoals je hierop klikt, kun je dus kleuren maken of al een kleur kiezen. Dus stel voor dat ik deze pak. Nee, laat ik gewoon even goud pakken. Dan gaat hij van licht naar donker. Als ik dan oké klik en ik doe hier een streep doorheen halen. Ik hou mijn linker muisknop in en ik ga gewoon eroverheen. Dan zie je dus dat hij van mooi lichtgoud naar donkere goud gaat samenvoegen als één mooi geel. Nou, dat is dus één van die dingen. Je zou kunnen zeggen van, ik pak er nog eentje. Laten we deze pakken. En je kan ook bijvoorbeeld schuin doen. Dan krijg je weer een ander effect. Zie je dat? Als je recht doet, krijg je dit. Als je dit doet, dan krijg je dat. Maar stel je voor dat je zegt van, nee, ik wil gewoon zelf een kleur bepalen. Wat je doet, is dat je deze gewoon aanvinkt, delete. Dus dan vink je alles aan, want ik wil twee kleuren hebben en niet meer. Zo. Dan kan je op die onderste klikken, linksonder. En dan kun je hier een kleur gaan maken die jij wilt. Dus stel voor dat ik hier zeg, ik wil blauw. Maar een beetje lichtblauw, zo. En ik wil hier dubbelklikken. Naar donkerblauw. Nou, dan klik je op oké. En dan ga je weer van boven naar beneden schuin. En dan heb je dus een hele mooie achtergrond van heel licht naar donkerblauw. Oké, wat je nog meer zou kunnen doen is bijvoorbeeld als je naar adjustment gaat. Dan kan je bijvoorbeeld hier met brightness en contrast. Kun je nog de kleuren nog gaan bewerken, zie je dat. Maar dat is allemaal niet zo van belang. Dit is eigenlijk de twee belangrijke stappen die je kunt maken om met kleuren te werken. Dus wil je enkel kleuren hebben, dan kun je hier naartoe gaan. En dan doe je hem hiermee, zeg maar, erin plaatsen. Wil je meer kleuren hebben, dan pak je deze. En dan kun je hier dus je kleur gaan bepalen. Ik wens je veel succes. Hey, de groetjes! Ai, ai.